Een heleboel versierde kinderfietsen begonnen aan een tocht vanuit Bergharen. Het was een van de Koningsdagactiviteiten in het dorp in de gemeente Wijchen. De burgemeester was er ook bij, voor haar de eerste echte Koningsdag in die functie. Ze werd namelijk burgemeester toen de coronacrisis al was begonnen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Je ziet ook dat de mensen het geweldig vinden. Wij vinden het ook geweldig. En dan heb ik het ook over het college. Het hele voltallig nieuwe college is hier aanwezig. Dus we maken er een mooie dag van. En de start is in ieder geval prima hier in Bergharen. Nu zijn we in Bergharen. Straks gaan we naar Niftrik. Ook daar is een startschot te doen. En heb ik begrepen, ook met versierde fietsen. Ja, en dat is eigenlijk grotendeels het programma. Dus, ik zal me zeker nog laten zien in Wijchen, waar een kleedjesmarkt georganiseerd is. En dat zijn zo'n beetje de activiteiten die plaats gaan vinden. Super toch? He, voor het dorp, alle mensen. Ja, je mag er weer een keertje uit. Het is gewoon geweldig. 2 jaar niks doen, nu weer vol gas. Nou, het is toch fantastisch om weer te kunnen doen en samen met de sponsoren en de vrijwilligers om dit weer op touw te brengen. Hartstikke mooi. Mooi weer. Nou, wat wil je nog meer? We hebben vandaag de fietstocht gehad voor de senioren en voor de versierde optocht van de kinderen. Allerlei spellen zoals de schaatsbaan, korte spelletjes en als einde hebben we de swinging cupcakes. Dus de dames die gaan cupcakes maken en onder het genot van heerlijke cupcakes en een stukje muziek die ze zelf gaan maken. Volgens de burgemeester is Koningsdag meer dan zomaar een feestje. Ik vind het een mooie dag. Natuurlijk, we vieren ook de koning, laat ik het zo zeggen. Zijn verjaardag en dat er een koningshuis is. Maar daarnaast is het gewoon één groot volksfeest. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Het bindt het volk, het bindt de kernen. En dat zie je, de samenhang in de samenleving, die komt weer terug. En dat is eigenlijk het mooiste van Koningsdag.